Ja, ik wil het even hebben over Klaas-Jan Huntelaar. Ja, allerhoogste tijd om het eens te hebben over de Hunter. Ja, want dat is de bijnaam. En als je hem ziet ook, en je ziet hem lopen, dan zie je eigenlijk een doelpunt al ontstaan. Dan weet je gelijk, er gaat gescoord worden vandaag. Want Huntelaar staat op het veld. Dat is het. En het gekke is, met Klaas-Jan Huntelaar, dat is iets heel vreemds. Dat alle coaches die hij gehad heeft, bij Nederlands Elftal, altijd, Piet van Marwijk, zag het nooit zitten in Klaas-Jan Huntelaar. Enorme discussies heb ik gehad met Bert van Marwijk over Klaas-Jan Huntelaar. En ik weet nog, bij de WK. Nee, Huntelaar komt er niet in. Nou, ik ga één ding zeggen nu. Als in de finale 2010 in Zuid-Afrika, als Huntelaar in de basis had gestaan, was Nederland wereldkampioen geworden. Punt. Klaar. Maar Bert van Marwijk, nee, niks Huntelaar. Na die WK, ja, toen was Van Persie geblesseerd en toen moest Huntelaar wel even meedoen. Ja. En doelpunt. En hij scoorde maar. Ja, die Huntelaar. Ja. En als ik dan die Van Marwijk tegenkwam, dan zei ik, Bert, niet opstellen hoor, die Huntelaar. Stel je voor. Daar krijg je alleen maar doelpunten van, Bert. En als je ziet ook nu hoe fit hij is, die Huntelaar. En hoe scherp hij is. En hij is al 36 en een drive. Hij heeft nog altijd honger op zijn 36e. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Hij is een liefhebber van het spelletje, Huntelaar. Ja, hij houdt ervan. Hij houdt van voetbal. Hij houdt van de kleedkamer. Hij houdt van de wedstrijden. Hij houdt van in je bus zitten. Hij houdt van de voetbalhumor. Ik bedoel, hij zuigt het allemaal op. En daarom houdt hij het vol. Tot zijn 36e. Ja, en daarom is hij ook nog zo scherp. En daarom maakt hij ook nog steeds doelpunten. Want ook nu is er weer een bondscoach, voor de zoveelste keer, die het weer niet ziet zitten in Huntelaar. Nee, Luc de Jong. Nee, die gaan we selecteren. Dat is een pinchhitter. Hahaha, laat me niet lachen. Huntelaar is vele malen beter dan dat. En ook bij Ajax. Ook bij Ajax is er weer die twijfel. Zelfs bij Ten Hag. En die heb ik hoog zitten, Ten Hag. Zelfs die twijfelt. Hoe is het mogelijk? Want ook hij zet niet altijd Huntelaar op tijd erin. Of zet hem in de basis. Of laat hem op snel invallen. Nee, er is altijd weer die twijfel over Klaas-Jan Huntelaar. Hey, Ten Hag. Morgen komt gewoon Huntelaar erin. Punt en uit. En verder niks. En dan zul je zien, dan komen de doelpunten. Dus, wat gaat er gebeuren morgen? Huntelaar komt erin.